Niel heeft net verloren met Colo. Waar. Welkom bij dat de 25 van EK Daily. Nee! Maandag 5 juli, wederom een rustdag op het EK, maar niet bij ons, bij EK Daardliga. Denemarken nog steeds in het toernooi. Denemarken op weg naar de finale. Daar gaan we het uitgebreid over hebben vandaag. Met 3 nieuwe gasten in ieder geval. Eentje zat er gisteren ook. Je bent gewoon blijven zitten, heb ik gehoord. Ja. Even wel even naar huis gegaan, of wel? Nee, even een ander truitje gehaald. En verder, Als je gewoon blijft zitten, dan kan je ook niet worden vervangen. Zo is het. Jeroen Blonk weer terug. En tegenover mij ook weer 2 oude gezichten die weer terug zijn gekeerd. Hebben allebei een NAC verleden. Wat hebben jullie nog meer gemeen? Ik heb geen verleden, ik heb een NAC heden. Oh ja, cool. Maar verder gemeen dat we voetballer zijn geweest, denk ik. Ja. Mooi, mooi omschreven. Ralf Seuntjes, Son of God, is terug. En Brian Tevreden ook weer terug. Welkom. Dank je. Eerlijk zeggen, die 3-0 afgelopen weekend tegen de selectie van Zundert. Wat was dat 0-3, toch? 8-0. Nee, de 0-3 van jou. Oh ja, ja, ja. Ik heb opgelet. Was dat een bewustzijn? Ah, ja, of raakt hij hem gewoon echt gigantisch slecht? Nee, bewust. De keeper gaat altijd mee, andere hoek, dan is het altijd prijs, Niel. Heel goed. Kijk maar na op mijn Insta. Ja, heel goed. Eerste wedstrijd zit erop. Hoe was het weer? Om weer te voetballen? Ja, lekker. Gewoon ook met publiek weer. Ja. En was niet heel veel publiek, voor NAC-begrippen. Maar was wel weer lekker om een wedstrijdje te spelen. Ook al is het tegen amateurs over... Aanstaande zaterdag Maccabi Tel Aviv, dus dan begint het echte werk. Het zijn een soort amateurs toch, uit Israël? Nou, valt wel mee denk ik hoor. Goed, voor jou ook in de voorbereiding begonnen. Ik zag dat wat jongens die jullie begeleiden ook volle bak in de voorbereiding bezig zijn. Ja, ben je veel bij wedstrijden aanwezig? Ben je veel aan het kijken? Of ben je meer aan het zorgen dat spelers dan wel weer vertrekken, dan wel een beter contract krijgen in deze periode? Een beetje een mix van alles. Ik ben van de week Den Haag-Laakkwartier geweest, dat is 0-11. Ja, dus dat was de standaard openingswedstrijd toch van de ADO? Nee, die hebben vorige week tegen Casa Academy gespeeld. Maar het is wel een jaarlijkse wedstrijd, maar het was 0-11. Ja. Herkende je veel spelers bij ADO? Ja, toch wel. Aardige jongens met verleden bij Ajax natuurlijk. Ja. Veel jonge jongens. Dus dat, Maar de grote namen zijn allemaal een beetje weg, toch? Ja, er zijn ik denk een stuk of 12 vertrokken. Zo. 12 vertrokken. De oude rotten zijn Vjenovic, Gosens... Oh ja. Jan Maat zag naar achterin lopen. Dus, zo, okay. Een aardig ploegje. Ja. Wat heb jij eigenlijk de afgelopen dagen gedaan, tijdens de rustdagen? Ja, voorbereiden. Voor zorgen dat alles, dat we naar Denemarken kunnen. Denemarken, want dat is, het is voor mij bijna rond. Ze zijn nu aan het testen, as we speak. Lars en Joost, die gaan dus naar Denemarken toe. Ja. Om daar de sfeer te proeven. Geweldig, man. Echt, hè? Ja, ik hoop dat ze het redden, man, de finale. Echt? Ja. Oké, nou, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Eerst... wat is jouw hoogtepunt van dit EK tot nu toe? Mijn hoogtepunt? Oeh, daar moet ik even nadenken. Samen met Guus Stil winnen, met Cornel? Ja, dat was wel op persoonlijk gebied wel het hoogtepunt inderdaad. Ja, dat was buiten de uitzending, maar op het EK zelf? Ja, ik moet eigenlijk Italië als team wel zeggen, zeg maar. Ik vind dat ze wel verrassen, zeg maar, met hun voetbal. Ja. En ik had het van tevoren had ik dat niet zo ingeschat. En ik vind dat wel... het leukste team om naar te kijken momenteel, het hele EK gezien. Ja, het is wel echt een bizar team. Dat zie je op het veld, maar ook buiten het veld, hè, met die blessure van Spinazzola. Als die dan vervolgens de volgende ochtend afscheid komt nemen bij dat team. Ja. Ja, het is jammer dat Italië mist echt een vaardige spits met de bal. Ja, ze hebben wel veel kansen. Ja. Ciro Immobile. Ja, die is niet heel vaardig aan de bal. Nee, ik zeg eerlijk, kijk die laatste wedstrijd terug. Ik snap wat je zegt. Het is niet de meest gepolijste spits ter wereld. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar niet helemaal vaardig is, dan doe je hem toch wel iets te kort, toch? Nee, vind ik niet, man. Ik vind hem niet, echt niet vaardig. Maar hebben ze ooit een vaardige spits gehad of niet? Italië, als je even terugdenkt? Nee, ja. Bonkig, Viera, weet je... Baggio.
Nee, Roberto Baggio was... Maar dat is geen spits, want dat is meer een 10, hè? Ja. Je had dus... Je hebt... even kijken, wie had je in die tijd? Je had vroeger Viali. Viali. Gianluca, ook niet technisch. Vieri had je nog. Vieri Bonker. Spits. Luca Toni. Ja, maar die hield nog wel een bal bij, zeg maar. Doelpuntenmaker. Hoe heet hij? Zeg maar, die immobiel is continu aan het draaien en aan het kappen. Quagliarella. Ik zeg alleen, als hun echt een vaardige spits hadden gehad, dan waren ze nog beter geweest, denk ik. Ik denk dat Roberto Mancini zet het nu op te schrijven. Son of God zegt, we hebben nog een voetballende spits nodig. Is die wel te laat, maar... Zeker, dat denk ik ook, maar richting het WK. Jouw hoogtepunt, dit EK? Ik heb het verleden keer toen al gezegd, een aantal weken geleden, Engeland. En dat blijft nog steeds Ja. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Is het coming home? Ze zeggen van wel, hè. Ze zingen het ook. Ja. Maar als je kijkt naar hoe Engeland speelt, het is niet attractief, moet ik zeggen. Maar verdedigend wel supersterk. En dat is Engeland nooit geweest in het verleden. Dus ik ben heel erg verbaasd, ja. Je hebt natuurlijk gewerkt. Ik denk dat je nog veel mensen kent daar. Veel contact mee nu ook. Ja. En? Ja. Met spelers bloeien of even? Nee, maar twijfelt iemand in Engeland überhaupt nog aan of het thuis komt? Nee. Daarom zeg ik het ook. Ze zingen het ook. Ze zijn heel erg overtuigd. En ze spelen nu de volgende wedstrijd op Wembley. Ja. Dus ik ben hartstikke benieuwd. Daar is nog wel veel over te doen, hè? Ja. Alleen maar Engelsen. Ja, geen buitenlanders. Denen. Behalve als je een bobo bent van de UEFA of FIFA. Mag je er één. Maar alle supporters van andere landen worden niet toegelaten. Ja. Dat is tactiek. Slim. Tactiek. Dat is tactiek. Ik zou het ook doen als ik TD ergens was, hoor. Ja. Dat is sowieso wel een opvallend dingetje. Dat alle drie de half finalisten speelden alle drie hun groepswedstrijden thuis. Ja, zeker. Dus Spanje, Denemarken, Italië en Engeland. Ja. Dat is toch wel een soort van thuisvoordeel waardoor je... En ik heb het nog niet natuurlijk ook bij Nederland. Onderzocht. Er waren dus voor mij 5 landen die dat hadden. En dat vijfde land waren wij. Ja. Die alle thuiswedstrijden in eigen land hebben gespeeld. Alleen toen we naar de achtfinales moesten. Helaas een nederlaag. Ben jij nog in een dag veranderd van je mening over je EK-hoogtepunt tot nu toe? Ja, er gebeurt zoveel hier. Ja. Er gebeurt zoveel om je heen. Ja, ik ga toch weer terug naar het Vondel. Het Vondel is het hoogtepunt van... Oké. En alle gekkies en mooie mensen die je daar tegenkomt. Ja. Wil jij nou nog een beter hoogtepunt dan de gekkies in het Vondelpark? Ga dan naar easytoys.nl. Kan je garanderen, dat is een beter hoogtepunt dan de gekkies in het Vondelpark. Daar ben je wel mee eens, toch? Nou, met easytoys heb je in ieder geval gegarandeerd een hoogtepunt. Bij het Vondel, dan heb je niet altijd prijs. Eerlijk, ik heb vandaag nog niet gezien, hè? Vandaag was best wel pittig, maar gelukkig was... we hebben weer iemand voor de camera gekregen die we al eerder hebben geïnterviewd. En dat is gewoon een legendarisch persoon en daar waar ik gewoon erg blij mee. Laten we even kijken. Vondelpark vandaag met Jaron Blonk. Het is een beetje een saaie maandag. Een beetje druilerig. Dat klopt op zich ook wel. Dit is het eerste weekend dat we met z'n allen weer uit mochten. Dus ging het Vondel in van, hoe hebben jullie dit weekend nou beleefd? Great. Ja? Yes. Partying? Just some drinks in a bar. Ik denk aan wat een lawaai op straat. It was nice. Lekker? Noten, nee. Ik wou gewoon slapen. En die teringherrie voor je deur, dat is niet zo leuk natuurlijk, hè? Nee, dat is heel erg rot. Amsterdam, het is wel leuk, maar ik denk dat ik ga verhuizen. Ik vind helemaal niks meer. Nee. Komt er toch nog iets goeds aan? Loenen aan de Vecht, dat lijkt me wel wat. Of die Tsjerk Steradeel. Maar het schijnt dat daar Friezen wonen. Duizenden. Ja, die zitten er altijd bij. Nee, het is eerste klas. Wat doe je er tegen om er hier nog een beetje wat spannends van te maken? Ja, mensen lastigvallen. Dat is eigenlijk een beetje wat jullie hobby ook, hè? Mensen lastigvallen. Smoke. Wow. Heeft u nog een tip voor de mensen die zich moeten voorbereiden op belangrijke dingen? Nee. Gewoon vooruit kijken. Niet achterom kijken. Die moeten dan een rondje lopen. Of zo van, bandjes strekken, bla bla bla. Self-care. Tip voor de mensen thuis. Gewoon als je tering verveelt, rot weer, pestdag. Gewoon naar buiten en mensen lastigvallen. Ja. Het klinkt een beetje als S afkicken. Ja, zeker. Gewoon mensen lastigvallen als je je verveelt. Dat doen wij elke dag.
Goed. En dat deze mevrouw misschien nog wel een keer terugkomt. Ja, zo'n vermoeden. We kwamen haar tegen. Ze was nog niet op haar werk, want ze is dus toiletjuffrouw van het Vondelpark. Okay. En ergens halverwege kwamen we tegen. En ze zei, hey, we sluiken de vorige keer. Kom even met mijn meid. Nou, we er nog eentje op. Ja, toen gingen we daarna naartoe en toen kregen we dit internet gehaald. Ja, daar ben je alleen maar heel dankbaar. Staan ze al Dumpert? Nee, maar ik hoop het wel. Ze heeft ook alles van ons gecheckt. Zegt, leuke podcast ook. Echt professioneel en zo allemaal. Dank u wel, mevrouw. Dank u wel, mevrouw. Daar doen we het voor. Ja. Laten we doorgaan met voetbalnieuws. Vandaag het nieuws naar buiten gekomen dat Wout Weghorst weg mag. Bij Wolfsburg tegen de juiste prijs. Ja. Jij als voetbalkenner, wat is de juiste prijs voor Wout Weghorst? Ja, ik denk 30, 35 miljoen ongeveer. Ja? Ja. Brian? Ja, ik denk ook in die... In die richting. Steven Bergwijn die mag weg voor een miljoentje of 30. Dus, ja. Zou dat dan niet, zouden ze niet gereld kunnen worden? Ja. Ja. Maar... Steven heeft van mij bij Doriano Kortstam aangegeven bij Doritalk op Insta. Als hij nog met één trainer zou willen werken, is dat Mark van Bommel. Want hij zei, daar heb ik zo'n goede connectie mee. Je begint nu heel hard te lachen. Misschien kan je ook gewoon vertellen dat het al rond is. Nee, maar er is wel interesse, dus ik vind het grappig dat je het zegt. Ja, dus, ja hij heeft het zelf heel erg. Absoluut. Hij was heel uitgesproken over dat hij heel graag met Van Bommel nog een keer wilde spelen. 1-1-2 is. Ja, toch? Of niet? Nee, ja, volgens mij Spurs heeft een tweede spits nodig. Misschien wel nog ook twee spitsen, als Kane weggaat. Als Kane weggaat, twee spitsen. Ja. Helemaal. Ja. En op zich, ze kunnen wel wat creativiteit en diepgang op de vleugels gebruiken bij Wolfsburg. Dus het klinkt niet allemaal niet heel erg onlogisch. Nee. Ik weet niet wie er dan beter uit gaat komen. Zullen allebei kunnen ze misschien wel goed uitkomen, toch? Denk Wolfsburg. Ik weet niet of Weghorst bij Tottenham past. Want? Ik. Ja, ik weet het niet. Ik zie Weghorst, die moet meer in de 16 spelen dan van de goal af. Want die snelheid heeft hij niet. Nee. En Engeland is echt op en neer, hè? Dus dat... Ja, dat is het enige voorbeeld. In Duitsland heb je dat ook al wel een beetje, zeg maar. Het is wel dat pressen. Het is, anders, pressen, anders, het is wel anders, als ze anders pressen en een andere snelheid, zeg maar. Maar het is niet dat hij bij Wolfsburg het hele echt alleen maar seizoenen in de 16 heeft gespeeld. Dus maar ik ben het wel met je eens, hoor. Alleen, hij heeft overal wel verbaasd. Zeg maar, ik heb bij geen één club heb ik zoiets gehad van... Ja, hier gaat hij er weer 16 tot 20 maken. En hij doet het toch iedere keer weer. Eens. Dus even te denken, welke lange spits... Elke keer heeft hij het geflikt. Ja. Wij? Spurs. Als Spurs. Ja, nee, we hebben zo'n type spits die ze... Ja, die Vinicius van Benfica die ze hebben gehuurd. Die, is dat een type... Ja, hij is ook een target met een lange spits. Maar die heeft Weghorst, toch? Nee. Weer een loper, toch? Pavluchenko gehad. Lorente, ja, zeker. Peter Crouch. Die was wel technisch, hoor. Voor zijn lente. Ja, joh. Ja. 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 Het fenomeen dan. Het fenomeen. Wie? Berbatov. Hem vond ik zo goed. Ja, maar Berbatov... Die was echt zo goed. Was zo goed. Ja. Die was niet normaal. Nee, ja, eigenlijk als je dan met zo'n targetman speelt... en dan mensen eromheen, dan zou het kunnen. Maar dan moet je anders gaan voetballen als Spurs zijn. Als Kane weggaat. Dat je kiest. Hè, we kiezen met Wout Weghorst als aanspeelpunt... en dan mensen eromheen. Ja. Targetman. Maar ze hebben nu die in Engeland... Gegeven. Ja? Zou die kunnen? Nee, ik zou... Nee? Targetman? Nee, denk ik niet. Ja, ze hebben wel een coach die wel jaren inderdaad met Jiménez heeft gespeeld. Bij Wolves. Ja. En wel echt een kapstok, zeg maar. Daar begon zijn tactiek wel een beetje. En daaromheen heel veel voetbal. Ja. Wat dat betreft past het wel relatief in lijn. Ja. Maar ik moet wel zeggen, het is wel een redelijke devaluatie. En dat heeft niet zoveel met Weghorst te maken, maar gewoon Kane is gewoon... Ja, ander soort spitsen. Ja, is top 6 spitsen ter wereld, denk ik. Ja, zeker. En ja, Weghorst is gewoon echt een hele goede spits. En haalt het maximaal uit zijn carrière, maar dat is wel... Je gaat van hier naar echt hier. Ja, dan zullen we maar gewoon doorgaan met mensen die je goed kent. Pavlidis, op weg naar AZ, schijnt bijna rond te zijn. Wat betekent dat voor mij dan Boadu? Is dat al voorsorteren dat hij weggaat? Of dat ze met z'n tweeën de concurrentie aan moeten? Wat denk jij? Nou ja, ik denk sowieso dat ze een spits nodig hadden achter Boadu. En Ferdi Drijf weg, hè? Ferdi Drijf is naar Mechelen. Ja, voor mij nog een extra jaar, toch? Toch wel. Of ik dacht nog een extra jaar verhuurd, dacht ik. Oké, ja. Hou dat te goed, ik weet het niet. Maar er was sprake van dat Boadu weg zou gaan. Maar er is nog helemaal geen beweging om Boadu heen. Dus nee, dat, nee ik denk dat het wel sowieso als AZ zijnde... Als je die aansluiting wil, dan moet je ook gewoon twee eigenlijk gelijkwaardige spitsen hebben. Ja, ja. Goed, Meijer heeft niet het afgelopen seizoen daarvoor een fantastisch seizoen gedraaid. Waanzinnig. En afgelopen seizoen was het een beetje wisselvallig. Ja.
Ja, ik weet het niet. Ik weet niet of hij weggaat. Maar is dat ook niet gek voor zo'n jonge jongen? Kelvin Stenks heeft eigenlijk precies hetzelfde gehad. Absoluut. Ja. Absoluut. Dus goed debuutjaar, of eigenlijk anderhalf jaar. Ja. En dan even een tegenslag gehad. En dan nu, ik zag Kelvin Stenks voor de camera staan bij Larsie, naar AZ-NEC. En hij had er echt heel veel zin in. Voor iemand die het seizoen liep natuurlijk best wel lang door. Ja. En stond daar weer met frisse moed om weer lekker te voetballen. Ja, maar uiteindelijk wil je dat ook, hè? Nee, natuurlijk. Maar ik kan me best voorstellen, hij had natuurlijk tot maart, april wel de hoop dat hij mee zou gaan naar het EK. Ja, zeker. Ja, het zal wel intern goed besproken zijn, hè? Ja. Nou, met kerst zitten ze hier wel weer bij elkaar, want hij is niet meer de bondscoach. Precies, dus dat scheelt ook wel weer. Dat scheelt ook wel weer, maar... Is Boadu niet een beetje afhankelijk van de echt grote transfers in deze wereld, zeg maar? Dus dat de clubs net onder die top dan de 50, 60 miljoen krijgen van hun klappers, en dat ze dan 30 miljoen, 25 miljoen kunnen uitgeven aan AZ. Ja. Ja. Kijk, Sancho is nu weg, hè? Dus het circus gaat nu beginnen, om het zo maar te zeggen. Ja, precies. Nu zit er weer geld in de markt. Dan zie je dat het eigenlijk naar beneden gaat. Dus ja. Ik ben gewoon benieuwd. Hartstikke benieuwd. Alleen, ik weet niet waar Meijer zou moeten spelen. Nee. Ja, dat is wel een goede vraag, hè? Ja. Weet je, wat zou zijn vervolgstap moeten worden? Ja, ik denk het niveau Lyon, Dortmund misschien zelfs ook nog wel. Gaat hij daar gelijk spelen? Ja, dat denk ik wel, man. Ja? Ik vind hem, hij heeft zulke, exceptionele kwaliteiten. In de zin van, ik ken weinig spelers die... het enige wat hij een beetje mist is het afwerken. Daar koelbloedig in worden. Maar hoe vaak hij een kans creëert en de juiste loopactie heeft en gevoel heeft voor ruimte, dat... Waar denk ik in de absolute top, zeg maar, de verschillen worden gemaakt. Dat heeft hij van nature al. En ja, dat hij dan een kans mist, ja, dat kan je volgens mij nog wel leren, zeg maar, door rustig te worden voor de goal, veel te trainen en zo. Ik vind hem echt een counterspits. Maar ja. Ik ken hem zelf ook heel goed, maar ik vind hem in een kleine ruimte matig. In balcontacten, balnames, etc. Maar hij moet echt ruimte hebben. Ja. Hij is ontiegelijk snel. Ja, hij is zo snel op die eerste meters. Wat vind je van Arsenal dan? Nou ja, zeker. Zeker. Dat zie ik het wel, joh. Ja. Ik denk ook oprecht dat hij dat niveau gelijk aan kan en gelijk van waarde kan zijn. Ik denk dat... Ik denk wel dat hij even moet acclimatiseren, hoor. Ja, tuurlijk. Premier League is wel statistisch gezien, als je dat ziet, helemaal anders dan een andere competitie. Ja. Hij heeft wel het geluk dat hij sterk is, zeg maar. Hij is al fysiek, zeg maar, je hebt best wel veel Nederlandse spelers die dan de stap maken naar de Premier League, maar gewoon fysiek echt tekort komen en echt een half jaar daarvoor nodig hebben. En omdat hij al echt... Fysiek ligt ook, is een van zijn krachten. Ja, ja. Dus daardoor zal die stap net wat sneller zijn. Maar ja, hij zal 100% een aanloopperiode nodig hebben. Nee, zeker. Even ander nieuws natuurlijk. Vorige week kwam zijn naam nog voorbij om uit te komen voor Suriname. Sean Kleiber zei, hey, Guirano, ga met me mee. Maar eerst gaat Guirano in gesprek met Anderlecht. Anderlecht heeft zich gemeld. Eerste bod is afgewezen door Utrecht. 4 miljoen met doorverkooppercentage. Zou dat een goede stap zijn? Ik vind het zo lastig om over hem te zeggen. Ja, ik vind wel dat hij zich echt goed ontwikkeld heeft, man. De laatste twee jaar zeker. Ja. Maar de Engelse competitie, ja, ik ken het niet zo. Ik ken Tissou Dali dan nou, die daar speelt. Ja, maar een Anderlecht, hè? België. Ja, Tissou Dali speelt bij Gent. Oh ja, nu bij... klopt. Bij Gent, dat is toch ook België? Ja, nee, omdat je Engeland bent. Oh, sorry. Nee, ja, Gent, België. Ja. In Gent speelt hij nu Tissou Dali. En een grote meneer daar, hè? Hij is grote meneer, inderdaad. Maar ja, ik zou het wel... Het zou wel een match kunnen zijn. Bij Kerk het gevoel, Bundesliga. Eens. Zoals, dat zie ik hem ook. Ja. Het is net een beetje in een kleine ruimte moeilijk. Ja. Je moet ruimte voor zich hebben, dus ook bizar snel. Maar ik zie toch wel in België... Zie ik hem toch ook wel iets doen. Ja. Zeker. Ja, man. Als je beide... Net als je bij Union Berlin hebt, natuurlijk Becker. Zeker, Sheryl Becker. Daar echt in zijn kracht kwam. Ja. Maar ik heb ook het gevoel dat als Kerk... bij een betere club gaat spelen, wat Anderlecht is, dan ga je met betere voetballers spelen die je vaker de ruimte voor je gaan vinden. Daarin zal hij wel echt profijt van kunnen hebben. Ja. En wij zijn natuurlijk altijd goed in Nederland om te bitchen wat iemand niet kan. Hij kan ontiegelijk goed de diepte bespelen, inderdaad. Ja. Ik weet niet hoe Anderlecht speelt. Ja, als hij continu druk zet en hij krijgt de bal rond de 16, dan moet hij even gaan nadenken. Maar... Ja, sowieso wel bezig met een hele metamorfose, volgens mij. Want die Sabi Lokonga... Die gaat nu voor mij naar Arsenal. Ja. Voor ook wel wat veel geld. En dan voor mij mag Flap ook weer weg bij Anderlecht. Ja. Ja. Dus hoeveel was die? Die was gekocht van Heerenveen? 8 miljoen vanuit Heerenveen, ja. Flap, zal dan niks voor Twente zijn op huurbasis? Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat hij op zich wel weer wil gaan spelen. Bielefeld was het geen succes. Mm-hmm. Scoorde toen voor mij wel eens in de buurt tegen Bayern. Maar daarna voor mij ook niet veel meer
Maar die aas op Ekkelenkamp echt, hè? Twente. Ja. Maar ik vind Flap dan ook nog wel een... Zeker, ja. Een optie. Nog andere transfertjes. Bizot, vandaag bekendgemaakt dat hij open staat voor een transfer naar Olympiakos. Nou, dat snap ik wel, toch? Ja. Als je kan kiezen tussen Alkmaar en Athene. Zou ik gaan. Toch? Ja, jij wel, toch? Nou, volgens mij vliegt hij daar al. Nee, maar de vergaande onderhandelingen meldt Sander Berends van Elf. En hij heeft nog een jaar contract. En hij wil graag. Dit gaat wel rond. Ja, dat zal wel rondkomen, toch? Een jaar en dan contract. Maar wie gaan ze halen? Ja, goeie. Ja, kijk, Ajax is net op tijd met Gochter. Anders was dat een optie geweest, denk ik, voor AZ. Ja, maar anderen? Scherpen? Ja, die is nog Breiten, toch? Is die al rond? Die is al weg. Oeh, die had, in Nederland loopt er dan niet zo heel veel spannend, toch? Zeg maar wat er gelijk kan staan voor... Die van Sparta. Ja. Oh ja, Okoye. Ja, Okoye. Ja, dat is een hele zijn wij Nicolai ook kwijt, denk ik. Ja, dan gaat het wel dan gaat het heel snel. Gaat het circus lopen. Ja, ja, ja. Ik vind Okoye is echt waanzinnig, Jezus. Hij is 21, het enige, wat zeg je? 21. Ja, het enige wat AZ wil, maar dat viel Bizot... Ja, Bizot had dat wel op zich. Ik vond hem altijd niet voetballend fantastisch. Maar hij wel Ajax-opleiding. Dat Okoye is met zijn voeten wel echt een stuk minder. Maar 21, hè? Waanzinnig keeper. Nee, natuurlijk. Ja. Ja, maar zij willen graag, in ieder geval... Onder slot wilden ze heel graag voetballen vanuit achteruit. Ja. Ik weet niet hoe erg ze eraan hangen, want als je een hele goede keeper kan halen, 21. Ik word het zeggen. Ja, precies. Ik vind dat een hele goede keeper. Ja, dus ja, ik ook. Die zou ik gewoon blind halen. Ja. Ja. En de vraag is, hij zat hier vorige week en toen wilde hij niet heel veel over zeggen. Maarten Paas, of die nu wel bij Utrecht een kans gaat krijgen. Zou nog kunnen, inderdaad. Ja, daar wilden ze in het verleden, hadden ze al interesse voor mij in hem. Maar, hoe oud is die? Ook ik denk dat ze daar dan eerder voor gaan. Ja? Zeg mijn gevoel, ja. Ja. En wie is de tweede keeper nu daar? Is dat De Boer? Hobie Verhulst en Rodi De Boer. Rodi De Boer, ja. Ja, dus Rodi zal wel tweede zijn, toch? En Hobie derde, denk ik. Ja. Ik heb geen idee. Nee. Ik zal nou even te kijken. Hij is wel echt flink in qua ervaring. Wie? Als je AZ, als je van... Bizot weg. Doet. Bizot gaat naar een van die twee jonge doelmannen. Ja. Ja. Dat is best wel... Ja, dat is een feit. Zo is dat. Overigens, dat heeft niks met ervaring te maken, maar wel met een van de grootste talenten in Europa. Slecht nieuws voor Donny van der Beek. Betekent dat Camavinga op weg is naar United. Voor 30 miljoen maar. En dat is echt onwaarschijnlijk. Vorig jaar koop je. 80 miljoen. Koop je. Maar zijn contract krijgen ze niet rond. Verlenging van zijn contract loopt volgend jaar af. En, Camavinga. Dat was sowieso. Iemand had laatst een artikel daarover geschreven dat het nieuwe voetbal zou zijn. Dat al die topspelers gewoon uit hun contract gaan lopen. En dat ze daarmee de clubs onder druk zetten. Dus Mbappé volgend jaar uit zijn contract. En dan nu al aangegeven van ik ga niet verlengen. Je hebt natuurlijk met Lionel Messi heb je dit gehad. Ja. Ja, nu Camavinga. Spelers die normaal gesproken verlengen en die dan van 100 of 150 miljoen weg moeten. Ja, nu is zoiets van fuck it. Ik zet je onder druk. Maar United flink aan het investeren dan. Zeker. Want als Varane er ook nog in gaat. Ja, Varane, Sancho. Dan heb je Varane, Maguire centraal. Ja. Nu heb je voor de komende 15 jaar... Wan-Bissaka. Een van de beste centrale middenvelders. Shaw. Dan voor Camavinga, Pogba. Hij moet wel die eigenaar, hè? Want hij was Bruno Fernandes. Zeker. Sancho. Hey, maar wat betekent dit voor Donny van der Beek? Die overigens, wat ik heel bijzonder vond... aangeboden was aan Real Madrid om verhuurd te worden. Heb je dat meegekregen? Niet meegekregen, maar ja. Is toch heel raar? Ja, nee toch? Zeg maar van, ik snap wel dat als jij een middenvelder wil hebben à la Real Madrid... en een 12e, 13e man die het niveau gelijk aan kan... en voor een jaartje voordat je daarna weer een optie voor vast... ja, dan snap ik wel dat, dat je Donny van der Beek een jaartje huurt. Misschien met een optie te koop van 30 tot 40 miljoen als hij het echt goed doet. Ja. Het is een soort van pleisteroplossing waarmee je wel... een serieuze oplossing biedt, zeg maar. Het is niet wel iemand die er potentieel direct kan staan. Ja. Maar ik denk dat dit is wel het einde voor Donny... in de zin van als vaste basisspeler. Wel als 13 en 14. Ja, zeker. Ja, als je zo'n kans als ze hem niet hadden gehaald... dan had hij nog steeds Bruno Fernandes voor zich. Ja, zeker. Ja, joh. Hij heeft de pech dat hij op nummer 10 staat gewoon een van de beste spelers ter wereld. Ja, het schattige is dat Bruno Fernandes dan altijd zegt... ja, maar we kunnen ook samen spelen. En dat zegt Solskjaer, maar dat gaat niet gebeuren. Nee, Donny moet lekker in Duitsland voetballen. Donny? Zeker. Ja, het klinkt heel lullig, want hij wordt altijd gezien... natuurlijk als het voetballende broertje van Davy Klaassen. Ja. Davy Klaassen mislukt bij Everton. Hè? Uitstekend hersteld in de Bundesliga. Ja.
Ben benieuwd wat gaat gebeuren. Wel nog iets kleiner nieuws, maar wel echt heel leuk nieuws. Kevin Dix op weg naar Kopenhagen. Absoluut topclub natuurlijk in Denemarken. Leuk. Komt uit een heel diep dal. Speelde niet. Fiorentina, blessures, teruggeknokt. En nu op weg naar de top in Denemarken. Gun het hem wel. Toch lekker. Ja, zeker. Ja. Echt een hele mooie gozer. Ja. Eén nog van de legendes van Clubhouse, hè? Ja, man. Nog steeds zit hij nog op Clubhouse? Nou, ja, nee, dat weet ik niet. Want jij zit er ook niet meer op, toch? Nee, lang niet meer. Nee. Nee, maar nee. Ik bedoel, dat was wel een jongen die ja, Denemarken ja, was, toch? Zeker. Ja. Ik wilde zeggen, ook een legende van Clubhouse. De deelnemer van de boot in, maar dat is helemaal geen legende van Clubhouse. Christian Visser, strafrechtadvocaat, vriend van de show, de voetbaladvocaat. Moeten we wel even goed introduceren. 5 jaar geleden deed hij ook mee. Dat verliep niet zo lekker. Jordi Jamali, destijds presentator, die zei... Zoek je een goede advocaat? Bel Christian Visser. Zoek je nog iemand op de zaterdagmiddag om mee te doen? Nooit Christian bellen. Dus hij heeft werkelijk waar weken gesmeekt of hij een herkansing mocht krijgen... niet de gast in het programma, toch deel mogen nemen aan de boot in. Christian Visser. Ik voel weinig vertrouwen. Nou, ik wil gewoon eerst wat punten hebben, zodat ik niet laatste eindig. Ik heb begrepen dat er een vrij goede voetballer laatste staat. Dus daar wil ik overheen. Ja, maar je maakt een Ajax-podcast. Ik wil die Amsterdamse brani. En het eerste wat je zegt, doe maar 10. Nou, volgens mij hoort bij Ajax ook slim zijn. En dat is 10 en dan bij de derde wordt het er 90. Ja, die heb je makkelijk! Ja, hij ja, was net. Ja, die telt toch? Ja, die telt. Ja, nee, oké. Okay. Nou, welke afstand gaan we nu? 20 en daarna 30. Hey! Hij doet die pen nog ineens, man. Nee, ja, dat was zijn fout. Nee, maar dit was ook slecht geschoten, toch? Altijd... Dat doen al die profvoetballers ook. Altijd de fout bij iemand anders neerleggen. Ja, dat doe ik niet. Ja! Ja, dat was niks. Toch, ik had meer in het midden moeten mikken. De afstand was oké, maar ja. Dus ja, het is niet anders. 10 punten. Hoeveel punten meer is dat dan Simon Tjommer? 10. En ook 4 jaar geleden deed ik ook mee. Dat is nog in de archieven van YouTube terug te vinden. Toen had ik 0 punten, dus stijgende lijn. Ja, verbazing hier op de bank. Simon Tjommer staat inderdaad laatste. En 1 na laatste, vol trots staat hij daar. De beste strafrechtadvocaat van Nederland. En de 1 na slechtste deelnemer van de boot in, Christian Visser. Ik hoor trouwens dat Freesia nog lager. Freesia? Oh. Freesia. Nee, Freesia heeft 20. 5 punten hoor ik. Nee. Freesia heeft 20. Even kijken. Maar ik moet wel even zeggen, Jeroen. Vroeger heeft 5. Even voor de mensen thuis. Er is allemaal onduidelijkheid. Jij bent presentator, dan is er nog een jury in Nederland. Ja. En er zit een soort kas in Zwitserland die uiteindelijk het eindoordeel velt. Hè? Ja, dat is waar. Ja. Maar goed, waar sta jij eigenlijk, Ralf? Ja, ik ben eruit gehaald. Ik stond normaal... Ja, Ralf had 9. 4. Ja. Nou ja, prima toch? Speel je naar competitie? Ja, precies. Als je helemaal niet tegenkomt, is niks aan de hand. Als je helemaal niet tegenkomt, is er niks aan de hand, inderdaad. Zeg dit nou niet. Overigens... heel goed opgelet door Broesie. Eerder vandaag is namelijk een nieuwe Vrienden van de Media opgenomen, podcast van ons. En daar was Guido Albers de gast van onder andere zaakwaarnemer van de ex-bondscoach. Maar ook van Donny van der Beek. En Real Madrid, gerucht, schijnt helemaal niet waar te zijn. Mm. Hij gaat voor zijn kans in Manchester. Oké, gewacht. Donny. Ja. Ja, wel prima, ja, toch? Ja, zeker. Ik ben wel benieuwd of het heel realistisch is, maar toch? Bij deze, heel veel succes, Donny. Met voor je kans gaan. Ja, toch? Nou ja, dat gunnen we toch? Ja, Donny is een goede jongen. Ja. Maar goed, het moet ook realistisch blijven of het wel een ik heb geen idee wat er nog meer speelt. Misschien dat Pogba nu toch nog weggaat. Ja, dat zou kunnen, maar als je heel realistisch bent, zeg maar van... met Scott McTominay en Fred speelde hij al niet. Ja. Nou, Camavinga komt erbij, wat het grootste talent is op die positie. Dan gaat hij daar ook niet spelen. En Bruno Fernandes gaat niet weg. En dat is in principe zijn meest ideale positie. Ja, dan zal je dus altijd de tweede man achter Bruno zijn. Ja. En dan ga je echt wel 20 tot 25 wedstrijden spelen, waarvan 5 in de basis. En dat zijn niet de 5 belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Ja. Scott McTominay en? Fred. Oké, Fred. Mooi. Vind ik heel mooi. Zeker. Door naar de halve finales. Morgen titanenstrijd Spanje tegen Italië. Een dag later Denemarken tegen Engeland. Welke halve finale meer zin in? Spanje-Italië. Ja? Waarom?
ja, ik vind de Italianen gewoon leuk voetbal spelen. En, ja. Hadden ze maar een balvaardige spits gehad, hè? Dan was het verhaal helemaal rond geweest. Nou, dan was het wel iets beter geweest in Italië, inderdaad. Ja. Maar ze doen het niet slecht. Nee. Nee, ze doen het zeker niet slecht. Spanje toch wel een beetje de eerste twee wedstrijden van het toernooi Europees kampioen balbezit. Maar het scoorde niet, het liep niet. Nu toch wel zich redelijk goed hersteld in het toernooi. Ja, Rafael heeft ze een beetje wakker gemaakt, hè? Ja, dan nog steeds, Rafael, hè? En zo, als ze Europees kampioen worden, dan komt er gewoon nog een foto. Dan wordt het toch heel lastig voor hem, ja. Dat is fantastisch. Dan heb je die foto uit 2010 en die foto uit 2021 bij Studio Europa, waar hij de Spanjaarden kapot heeft gemaakt, Rafael van der Vaart. Ja, wel mooi. Ik zag wel mooie dingen op de persconferentie, Busquets onder meer. Ja. Het is zeldzaam, en dan heeft hij het over de bondscoach Luis Enrique, zeldzaam om zo'n topcoach met een nationaal team te zien werken. Ik vind het wel, geloof ik wel. Luis Enrique die was echt aan de top van de top, hè, toen bij Barcelona. Hij was eigenlijk de enige na Pep die Barcelona weer enigszins als Barcelona liet spelen in die periode daarna. Daarna een beetje in anonimiteit verdwenen, ook door privéproblemen. Ja, dat was verschrikkelijk. Dat was verschrikkelijk natuurlijk. Ja. En, maar als bondscoach echt een hele goede indruk. Ja. Ja. En ja, op die wedstrijd tegen Zwitserland na, want dat was een beetje inspiratieloos. Ja. Hebben ze eigenlijk best wel goed voetbal laten zien. Ja. En ja, ze missen af en toe een beetje goals. Maar echt een afmaker. En als je uit Spanje nummer 17, 18, 19 pakt en je zet dat middenveld er neer, dan voetballen ze ook gewoon. Ja, zeker. Ja. Overigens wel mooi, hè? Het gaat natuurlijk nu over de halve finale tegen Italië. Is dat Sergio Ramos nu ontbreekt? Maar Busquets heeft gezegd voor mij, hij zegt Luis Enrique kijkt nooit naar leeftijd, kijkt gewoon of iemand goed is. Ja. Dat hij gewoon volgend jaar weer terugkeert voor het WK. Sergio Ramos. Dat zou fantastisch zijn. Toch? Jawel. Ja. Absoluut. Ja. Gaat hij dan samen met Laporte spelen? Die heeft wel alles gespeeld. Die, Eric Garcia en Pau Torres die wisselen nog wel eens. Klopt. Maar Laporta heeft alles gespeeld. En die speelt ook echt een heel goed EK. Ja, zeker. Voor wie is de favoriet voor jou? Engeland. Ja? Ja. Ja. Eén omdat ik ze toch gun. Ja. Maar Spanje, ik hou wel van het voetbal wat Spanje speelt. Voorheen. Maar ik denk dat Engeland gewoon puur om het gunnen. Dat is het. Dat ze binnen kunnen slepen. Ja, Engeland neemt het op in de halve finale tegen Denemarken. Ga je dan wel met een oranje klomp op je hoofd zitten omdat Danny Makkely die wedstrijd fluit, of niet? Nou, klomp zet ik sowieso niet op mijn hoofd, maar wel even die zo vakketjes, of niet? Dat is echt mooi fantastisch. Brian tevreden, mensen Brian tevreden thuis komen. Hey Brian, Nederland speelt dan niet. Hey, Team Makkely fluit wel. Nee, dat gaat weer te ver, Niel. Nee. Nou ja, echt heel mooi. We moeten wel trots zijn. We zeuren veel op scheidsrechten natuurlijk hier in Nederland, maar en daarom zit hij naast je. De man die het meest shirt op scheidsrechten. Ralf, die kan er wat van, ja zeker. Valt me mee, valt me. Is je voornemen voor dit seizoen? Ik zeg niks meer. Ja, dan hou je denk ik 3 minuten vol in je eerste wedstrijd. Dat is lang inderdaad. Ja. Doet het iets met jou dat we dus Makkely, volgens de geruchten, nou niet volgens de geruchten, Makkely fluit die halve finale en de finale is dan Team Kuipers. Ja. Ben je dan trots? Doet dat iets met je? Nee. Ik zie gewoon mensen die echt trots zijn, zeg maar. Nee, niet echt man. Team Kuipers, die heeft dat. Ja, gewoon om zijn status gewoon afgedwongen, vind ik. Ja. En Makkely ook prima scheids. Ik denk ook een beetje meer gegut, maar dat is iets persoonlijks. Ja, maar dus nog qua leeftijd. Ja, gaat hem nog wel fluiten een keer. Dat denk ik ook wel. Nee, ik vind Kuipers gewoon, en dat gewoon als scheidsrechter gewoon een verschrikkelijke vent. Gewoon. Nee joh. Die Kuipers? Ja, hoe die dat op het veld, hoe die schreeuwt tegen mensen en dat soort dingen. Ja. Kuipers is top. Ik doe het ook hier hoor, tegen mensen. Hier, maar als scheidsrechter vind ik het. Nee, het één moment staat nog op mijn netvlies, dat is hoe die Messi dan aanspreekt en dat hij dan zijn respectbandje toont. Dan denk ik altijd van. Hey, was dat Messi of Neymar? Nee, dat was Messi. Messi. Hij heeft Neymar ook een keer, weet je dat nog? Maar het was hij al was de zevende duikel inderdaad. Maar ja, richting Messi doet volgens mij niet zoveel kwaad. Je weet natuurlijk nooit precies wat er gezegd is, maar om dan zo theatraal zeg maar Messi op zijn plek te zetten. Ja, dat vind ik dan wel. Vind ik wel kinderachtig. Ik vind dat getuigt dat van ballen of is op, dat niemand niet omdat even het Messi laten zien hoe groot je bent. Nee. Zo zien wij het. Maar ik bedoel, niet omdat het Messi is, dan moeten we niks tegen mee zeggen. Wat is dan voor gekkigheid? Het is toch gewoon een spel. Nee, maar iets maar zeggen vind ik prima, maar schelden of schreeuwen. Als je een scheids bent, moet je een wedstrijd managen.
Zeker, eens. Dus hij hoeft dat helemaal niet zo theatraal te zeggen, vind ik. Ja, maar goed, we weten ook niet wat er is. Show respect, show respect. Wat er is gebeurd of wat er is gezegd, dat weten we niet. Nee. En het kan ook zijn dat je daar iets meer van houdt, hè, van die stijl. Kijk, ik vind, en weet je dat ook als ik spelers spreek, die vinden het gewoon heel raar dat hij tegen je begint te schreeuwen. En als je dan iets terug zegt, hij gaat dus niet het gesprek met je aan. Mm-hmm. En dat is prima voor één wedstrijd. Dus als je Messi 1 keer in de 4 jaar tegenkomt, ja. Prima. Ja. Maar in de Eredivisie, ja, dan kom je hem 1 keer in de maand tegen. Ja, ja. Ja, ik zie het meer een beetje, meer, ja, wat jij zegt, dat hij moet het managen, weet je. Dus je moet wel met elkaar een beetje overweg kunnen. Hij is wel de baas, hij neemt de beslissing, maar ja. Ik vind sowieso de scheidsrechters van nu, vind ik allemaal, die doen allemaal voor de show. Vreemd wat daar, had je echt respect voor scheidsrechters. Ja. Weet je, zoals een jol, dat durf je echt niks tegen te zeggen. Nee. Je komt echt in je gezicht, wat moet je nou, weet je. Ja. Dus, hoe is dat in Engeland en in België eigenlijk? Is dat anders? België zijn ze echt verschrikkelijk. Maar echt verschrikkelijk. Ja, ik heb er een keer met broers over gehad. Ze hebben toch ooit die uitwisseling gehad? Ja, ja, zijn de Nederlanders, 2 jaar gestopt, toch? Ja. Echt zo slecht hier in België. Ja. Echt maar daar zijn ook maar goed slecht. Goed omkoopbaar ook in België. Ja, absoluut. Propere handen is dat ja, ook. Ja, het wel hol te zijn, hè? Ja. Horloges en zo. Ja. Was ik net, kom ik net in België en toen kreeg ik die operatie. Dat jij die horloge moest geven aan die scheidsrechter? Ja, een envelopje moest ik doen. Nee, joh, ben gek. Hij kan je nu wel zeggen, toch? Je bent gek, flikker op me leggen. Ja, wel, Brian. Nee, Engeland moet ik zeggen. Engeland zijn ze, dat durf je ook niks te zeggen. Nee, in Duitsland, daar heb ik eens met Simon over gehad. En ook jongens die in de Bundesliga spelen. Daar is echt nog wel respect. Ja, ik weet niet zeker. Of het nog steeds dat je een beetje met her aan moet spreken. Maar het, nee, maar ja. Meen je? Ja, serieus. Duitsland en respect hebben voor leiding. Ja, het schijnt... Goed, ik wilde hier een hele goede woordspeling mee maken, maar nee. Laten we doorgaan met de voorspellingen. Wie denk je dat er doorgaat? Spanje of Italië? Dan denk ik helaas Spanje. Ik heb voor mij dit ook gisteren aan jou gevraagd, toen zei je Italië. Ja, 50% kans toch? Ja, speelt er 7. Zelf een compilatie op Instagram. Ja. Weer goed. Ja, 100%. En volgens mij zei ik daar Denemarken, dus moet ik nu Engeland zeggen. Ik kan morgen ook gewoon een gelijkspel zeggen. Dat is wel slim. Nee, ik denk Engeland. Engeland-Spanje wordt de finale. Ja. Spanje-Denemarken. Ja? Oh. Wow. Hij haalt nog net niet uit, Brian. Maar hoezo? Ik vind Denemarken gewoon echt een goed team. En met dat middenveld Hulberg en Delaney ervoor. Ja. Gaan ze het Engeland wel lastig maken. Die 2 fitte backies. Van hun linkerkant wel... komt dat minder, denk ik nu. Kyle Walker vind ik echt een goed speler. Ja. Zeg maar verdedigend vooral. Goeie snel, coach, sterk. Ja. Alleen Sean Stones heeft zijn traditionele foutje nog niet gemaakt dit seizoen. Nee, dit toernooi, dus die gaat eraan komen. Ja, maar hij heeft het sowieso, dit seizoen heeft hij het wel redelijk uitgekregen. Ja. Dat standaard foutje wat hij inderdaad altijd wel had. Ja, is er wel een beetje uitgekomen. Te lang geleden. Ja, je voelt hem. Ik voel hem aankomen. Jij zei Spanje, het zou zo mooi zijn als hij dus echt in de fout gaat. Spanje, Engeland, jij zegt dus Spanje, Denemarken? Ja. Dus Italië eruit allebei en jij? Engeland, Spanje. Ja. Iedereen heeft Italië eruit morgen? Ja. Ja, ik... Ja, ik vind dat... Spanje heeft wel echt hun restverdediging tegenwoordig echt goed op orde, zeg maar. Ja. Vind ik. En ik denk dat Luis Enrique dat tegen de Italianen nog beter gaat doen. En ja, die zijn zo vaardig, die Spanjaarden. Het enige probleem is dat ze gewoon die goals moeten maken, zeg maar. Want kansen creëren ze genoeg. Ja, zeker. Over goals maken gesproken en een tactiek instellen om doelpunt te maken. Dat liep niet zo bij de Duitsers, als we Thomas Müller mogen geloven. Die zei, met onze poging om via een nogal afwachtende, compacte defensieve strategie geen doelpunt tegen te krijgen, hebben we in feite gefaald. Dat is wel een aardige... Jürgen Löw is al opgedonderd, maar die krijgt nog wel even een goede steek na. En hij blijft wel positief richting de fans van Bayern. Ik probeer zulke sportieve teleurstellingen als het EK altijd om te zetten in positieve werkenergie. Dat doet hij goed. Ja, toch? Ja. Dat doet hij goed. Ja, zeker. Van Duitsland naar PSV is een klein stapje. Want PSV is voor mij op trainingskamp in Duitsland. En daar is voor ons onder andere een van de stemmen van de PSV-podcast. En PSV-watcher der PSV-watchers, Rick Elfrink. Goed om jou weer een keer te zien. En dat ik niet voor dat prachtige schilderij van je huis een keer in beeld heb. Ja, want dat is wel een inderdaad. Wat heb je trouwens, een prachtige koptelefoon? Ja, mooi hè. Ik had het in oortjes meegenomen, dus ik heb maar
ik heb het maar zo gedaan. Ja, je zit, waar zit je in Duitsland? We zitten in Gütersloh. Dat is ongeveer 2 uur rijden van de grens. 2 uur rijden van de grens. PSV, oefenen ze daar al tegen, tegen RWDM of niet? Nee, dat was in Eindhoven nog. Ja. Ze oefenen deze week tegen Delbrücker. Dat is de oude club van Roger Schmid. En ze oefenen tegen VfL Osnabrück. Leuk. Dat is op zaterdag. Oké. Okay. Wel wat opvallendheden. Ik zag best wel wat nieuwelingen in de basis. Van Ginkel, ook weer een nieuweling. In hoeverre je dat mag zeggen. Maar die viel uiteindelijk in. Maar vooral het meest opvallende nieuws is dat Roger Schmid heel duidelijk is geweest. Dat de man aan de rechterkant, Denzel Dumfries, Den Dumf, niet meer terug gaat keren. Dat is een gevoel. En Donjel Malen keert niet meer terug bij PSV. Het zijn wel goede uitspraken, toch? Nou, daar was eigenlijk toch niemand van uitgegaan. Nou, is die dat zo? Die worden overkocht. Ja, nou, ik weet niet. Waar die vanuit gaat, allebei weg? Ja, ik wel. Okay. Madueke, gaat Dumfries die nog wel? Dumfries wel naar Inter, maar... Wat zei je? Dumfries naar Inter, denk ik. Als opvolger van Hakimi. Ja. En ja, nou ja, die kunnen wel doortrekken. Malen en Madueke zouden in een combo-deal, ik weet niet of het 2 halen 1 betalen is, op weg zijn naar Dortmund. En wie meldt dat? Diverse Duitse media. Doe maar, diverse Duitse media. Hey, het is duidelijk dat Madueke staat op de radar bij Borussia Dortmund. Ja. Dat is duidelijk. Alleen PSV wil hem niet laten gaan. En wat Malen betreft, ja, die kan ook weg. Maar er zijn meerdere clubs nog in de race. Ja. Waarom? En dat zou ook Liverpool kunnen zijn. Dat zou Borussia Dortmund kunnen zijn. Ja. Het goede bedrag moet alleen op tafel komen. Oké. Okay. Hey, maar voor jou, jij zit bovenop het nieuws, want je vindt het niet zo leuk als je Duitse collega's, of ik weet niet of het collega's mogen noemen, een combo deal voorstellen voor Madueke en Malen. Maar jij zit er bovenop. Prima, Niel. Nee, maar jij zit er bovenop. Waar gaat Malen heen volgens jou? Ja, het kan ook Liverpool worden volgens mij. Kan Dortmund worden. En ik denk dat, ja, normaal gesproken blijft Madueke. Maar ja, als hij niet speelt, of als er echt een megabedrag op tafel komt, ja, dan zouden wij ook kunnen vertrekken. Ja, en is Dumfries Inter, is dat de meest logische wat jij hebt gehoord? Dat is een van de mogelijkheden. Maar het kan ook nog altijd Everton worden. Ja, met die Marcel Brands. Eerst verkopen. Ja. Ja, wel ook nog wat andere bijzonderheden is natuurlijk dat Bruma nog steeds bij PSV rondloopt, maar dat er toch wel weer enorme interesse in hem is, hè? Ja, klopt. Ik heb net gesproken met Cassio Baldé, dat is zijn zaakwaarnemer. Ja. En die vertelde mij dat Beşiktaş en een promovendus in Turkije, dat die belangstelling hebben. En Fenerbahçe werd ook genoemd, ja. Maar dat is volgens hem niet aan de orde. Oké, okay. Nou dan gaat hij waarschijnlijk wel vertrekken als er al zoveel interesse is. Hoe staat PSV ervoor? Nou ja, ik denk dat ze aanvallend nog wat missen. Ja. Kijk, als je normaal wegdenkt, ja, dat is toch de belangrijkste doelpunten maken vorig seizoen geweest. Achterin hebben ze denk ik zich wel aardig versterkt. Middenveld ook behoorlijk wat spelers nu. Ja. Ja, dat moet natuurlijk allemaal wel goed gaan vallen. Kijk, ze misten vorig jaar een beetje voetbal op het middenveld. En dat zou nu met Van Ginkel en Prupper terug moeten zijn. Ja. Ja, en voorin heb je denk ik nog wel echt een doelpuntenmaker nodig. Ja, wie staat daar bovenaan het lijstje om te halen? Ah, Luc de Jong is natuurlijk bekend dat, ja. Dat ze die graag terug willen. Alleen ja, dat moet allemaal ook nog vallen. Oh, kijk, als Sevilla dat wil, als hij het zelf wil, dan kan het. Maar is dat dan ook zo dat PSV gewoon die salaris ook wil betalen die ze in de Europese subtop betalen? Dat PSV dat zeg maar een beetje Ajax achterna gaat, dat ze gewoon de portemonnee gaan trekken? Nou, voor Luc de Jong zullen ze voor salaris over hebben. Maar ja, het is niet zo dat PSV 4 miljoen zal betalen. Maar het zal ook meer dan 1 zijn, dat is duidelijk. Qua restwaarde leef je dan wel heel erg in met Sahavi en Luc de Jong. Daar zit geen doorverkoop meer op als je gaat van Malen, Madueke. Maar goed, je hebt door die Gakpo nog. Ja, maar ja, op een gegeven moment is het dan ook kwijt. Ook wel gedaan, hè, met Blind en met Tadic. Maar ja, wat, maar die haalden tegelijkertijd ook Neres, Kudus en... Maar wat vinden jullie van de uitspraken van Roger Smit dan vorig jaar tegen Ten Hag? Dat hij zei dat Ajax het kampioenschap koopt. Je moet even uitleggen, je bent profvoetballer van NAC Breda en je bent supporter van Ajax. Nee, maar ik vind dat altijd vreemd, zeg maar. De man haalt vorig jaar
hard uit, vind ik, naar Den Haag. Ja. En hij koopt nu heel zijn elftal zelf bij elkaar. Die vraag? Rick Elfrink, wat vind je daarvan? Of wat vindt Roger Smit zelf van zijn geworden? Ik weet niet hoe hij dat precies gezegd heeft en wat er allemaal gezegd is. Hij vond volgens mij dat Haller, ja, dat was inderdaad een forse aankoop. Ja. Dat zijn aankopen die PSV niet kan doen. Ja, Luc de Jong kan PSV misschien wel halen. Ja, en of dat uiteindelijk tot een kampioenschap kan leiden, zullen we moeten afwachten natuurlijk. Ja. Van Ginkel, Prupper, dat zijn stevige aankopen. Maar Prupper is wel voor heel weinig geld gehaald. Sterker nog, hij is transfervrij gehaald. Ja. En een stel bonussen. Ja, dat is trouwens wel echt bizar voor Davy Prupper. Dat dan? Is zo knap wat ze daarmee hebben gedaan, PSV. Als je die is transfervrij dus binnengehaald en het kan max 2 miljoen kosten, toch? Ja, klopt. Ja, maar dan wil de Breiten echt van hem af. Ja? Geloof me. Oké. Is dat zo, Rick? Wil de Breiten echt van hem af? Ja, dat zou goed kunnen, maar het zou ook een combinatie van factoren kunnen zijn. Wat ik begreep is dat Davy Prupper ook heel graag terug wilde naar Nederland. Ja. Ja. Ik ken die directeur en ik ken de eigenaar ook, maar het zijn... Boeven? Nee, geen boeven. Nee, geen goede mensen, maar zijn geen makkelijke mensen. Geen makkelijke mensen. Nee, zo bedoel ik. Daarom vertrouw ik niet van dat je iemand transfervrij laat gaan. Lijkt me ook sterk. Ja. Die je voor 4 jaar geleden of 16 miljoen hebt verkocht. Precies, dus daar willen ze echt van hem af. Daar zit een verhaal achter. Ja. Ik ben wel benieuwd. Over 2 weken, dan het serieuze werk al tegen Galatasaray. Ja, gaat als een speer. Inderdaad, Galatasaray, thuis. Misschien wel 35.000 man. Ja, dat is ook wel echt mooi, ja. Iedereen kijkt toch ook wel een beetje naar PSV om die reden. Het is echt de eerste wedstrijd volle bak weer in Nederland. Ja. En ik ben ook wel erg benieuwd waar ze staan. Ja, komende week. Het is wel heel vroeg dag. Ja. Hey Rick, nog even 1 vraagje. Zijn naam circuleerde rond in de Kuip in Rotterdam-Zuid. Vorige week al, ik zag vandaag ook wel berichten komen. Sam Lammers, zijn toekomst is onzeker bij Atalanta, wat precies zijn rol gaat worden. Zou dat ooit nog een optie zijn om die terug te halen? Voor PSV? Ja, om hem te huren, ja. Nee, voor PSV. Ja, voor PSV denk ik niet. Hij is natuurlijk vorig jaar vertrokken. Hij heeft toen zijn contract niet verlengd. Ondanks dat het volgens PSV wel beloofd was. Ja. Hij speelt nu weinig. Dat is jammer, want het is een hele talentvolle spits. Absoluut. Ik denk dat hij, als Feyenoord hem wil, dan zou het misschien via verhuur kunnen, maar... Ja. Wordt wel heel erg lastig. Maar er zit nog wel wat ouds hier, denk ik, of niet? Bij PSV? Ja, als ik dit zo hoor. Ik kan me niet voorstellen dat ze staan te springen om hem te halen nu. Nee. Hij heeft natuurlijk toch vorig jaar wat, moet je zeggen. Ja, dat is niet helemaal goed gevallen natuurlijk. Nee. Ik ben even benieuwd. Ze hebben een injectie gehad van 50 miljoen PSV. Klopt dat? Ja, er is een kapitaalinjectie en... Dat is niet helemaal uitgegeven natuurlijk. Het is ook niet zo dat allemaal van John de Jong is, die 50 miljoen. Oké, dat wilde ik even weten. Okay. Wat dan? Je hebt nog gespeeld voor ze? Nee. Van 50 miljoen. Nee, ik was benieuwd. Ze nog één keer opvinden. Ik vind PSV best wel actief, dus ik wilde weten waar het geld vandaan komt. Nou, en je moet niet vergeten, straks als Malen en Madueke weggaan... Nee, absoluut. Dan komt er ook echt flink wat binnen. Zeker, zeker. Ja, zeker. Toch? Ja, maar zullen we even in de jeugd investeren? Dan haalt Ajax natuurlijk ook een inkomstenbron vandaan. Oké. Okay. Nee, maar PSV, wat ik heb gezien, die contract heeft veel jeugdspelers niet, hè? Klopt dat? Jazeker, dat klopt. Er zijn jongens van 15, 16, 17. Ja. Nou ja, goed, daar zullen die toen niet allemaal doorkomen. Maar als ze van de 10, 2 of 3 doorkomen, dan gaat dat natuurlijk prima. Okay. Hey Rick, veel plezier daar in Duitsland. Heel goed, Niel. En goed je weer te zien. En ik moet je toch ook wel weer complimenteren. Ik deed net al met je koptelefoon, maar ook een fantastische achtergrond. Ik heb er werkelijk waarvan genoten. Krijg toch wel Brutus Loon. Een beetje reclame maken natuurlijk. Dus, zeker. Prima. Krijg misschien een gratis kop koffie zometeen. Dankjewel, Rick. Later. Hoi, hoi. Hoi. Succes. Yo. De beste clubwatcher van Nederland. Zit echt, die leeft echt op de hertgang. Ja, dat geloof ik. Die weet echt alles. Dat is echt niet normaal. Ja, zeker. Die kutse transfer had hij ook als eerst, toch? Wat zeg je? Die kutse transfer. Ja, zeker. Omdat hij daar... Ja, die kreeg die van. Ik kom van hem, joh. Nee, de dochter van de eigenaar van de patatzaak... die had een foto gemaakt. Ja. En die had... Voor mij kreeg hij hem al heel snel binnen. Dat was ook niet een standaard auto die daar op de stoep stond. Met een grote Mercedes. Kenteken geachterhaald. Ja. Schitterend. Maar je bent toch wel Ajax-supporter, of mag ik dat niet zeggen? Ajax-support? Nee, ik vind Ajax gewoon echt een mooie club, ja. Ik weet nog dat het ooit ging tussen Ajax en PSV. En toen vroeg ze aan jou... Toen zei ik hoop echt dat Ajax kampioen wordt. Ja, dat was meer ook in de emotie, na de wedstrijd. Maar je bent toch nooit emotioneel?
voetbal is emotie. Ja, ik vind jou zo'n... Toen kreeg ik een tweede gele kaart, zeg maar. Die nergens op sloeg. Van? Serdar Guzebujuk. Kwam er nou Serdar en jij zijn zo? Klopt. Alleen die wedstrijd niet. Nee, ja, een foutje maken kan, maar dat was voor mij cruciaal. Heel goed. Als je even gaat rekenen voor PSV. Oh, ik denk over Serdar en Ramp. Ja, ja. Ze kunnen denk 30 miljoen krijgen voor Malen. Ja. 20, 25 voor Dumfries. 20, 25 voor Madueke. Ja, maar ik denk niet dat ze en Malen en Madueke laten gaan. Nee, maar... Dan zou je over moeten betalen voor Madueke. Ja, maar ik hoorde Dumfries 15 miljoen. En alles wat Raiola meer krijgt, wordt gesplit op 2. Ja? Dat is ook de deal met Berghuis, toch? Ja. Maar hij doet Berghuis niet meer. Wat zeg je? Hij doet Berghuis niet meer. Ja, maar die deal... Die heeft hij nog wel staan, hè? Die deal heeft hij gemaakt, zeg maar. Hij doet Berghuis niet meer. Maar ik ga er wel deal, 4 miljoen. Klopt. En alles erboven is splitten tussen Feyenoord en Berghuis. En dus het zou het eigenlijk 8 miljoen worden. En Berghuis heeft gezegd, die 2 miljoen hoef ik niet. Ja. Dat krijg ik waarschijnlijk wel terug ergens in mijn salaris. Mm-hmm. En dan zou dus nog 2 miljoen naar de club gaan. Dus jij zegt bij Dumfries, stel dat het dan 25 miljoen is... is het 5 voor extra voor PSV en 5 voor Mino en... Ja. Goeie deal. Goeie deal, inderdaad. Dat heeft hij goed uit onderhandeld. Laten we even onze razende reporter erbij halen. Want kijk, daar is hij alweer. Het hele land reist hij door. Ik wil dan zeggen, je hebt ook gewoon een keer bij de Son of God thuis gezeten, toch? Ja, joh. Zeker, bij je moeder zelfs, toch? Ja, zeker. Zo, ja. Mijn moeders. Echt? Ze zijn thuis aan het verbouwen, dus was niet zo heel... En hoe was het? Gezellig, goede sfeer. Gastvrij? Heel gastvrij. Emotionele mensen? Nee, er waren... Iemand ik denk dat wat? Zij Ralf terugtrekken. Ja, is dat zo? Remmen. In het gereel. Houden hem in het gereel. Heel goed. Hé, nog een dagje Nederland en dan is het op weg naar het land van Legoland. De kogel is door de kerk. Ja? Ja, want? We gaan. Oké. Okay. En ja, je moet alleen nog testen, hè? Nee, heb ik al gedaan vanochtend. Ja. Weer negatief, wat lekker. Al 628 keer getest dit toernooi. Ja. Echt, I love the test samenleving. Heel goed. maar op weg naar Denemarken, wat staat er op het programma? Nou ja, ik ga dus met Joost Hofman. Ja. Dus we gaan de krantjes daar maken, we gaan podcastjes maken. Even een oproepje hoor, voor alle Deense moeders. Hou uw dochters binnen. In de omstreek van Kopenhagen, hou uw dochters binnen. Stuur ze lekker naar buiten. Ja, dat snap ik. Nee, het wordt supergezellig. En volgens mij ben jij met nog wat mensen bezig in Denemarken waar Zeker. We langs kunnen. Nou, dat is wel mooi, want ik had Kees Luiks, die zou hier langskomen. Maar die redt het niet. Maar die hoorde dus van jullie plannen. Dus die zal mijn oud teamgenoten aan het bellen en of te kijken of er nog onderweg wat moois te doen is. En natuurlijk de tips waar jullie heen moeten gaan naar Kopenhagen. Want zo is het een beetje ontstaan. Jij stuurde mij het filmpje. Voor de mensen die het niet elke dag voor me. Lars was met Bart onderweg, of die is naar Anderlecht geweest. Of Anderlecht, Antwerpen geweest om daar België te kijken tegen Italië. Nou, er was eigenlijk vrij weinig aan, want het leefde geen meter. En toen stuurde jij mij het filmpje, maar kijk even dan in Denemarken. Wat daar allemaal gebeurt. En daar staat het kilometers dik op straat, mensen die het volgen. Het is zo mooi hoe het daar leeft. Hoe gisteren ook de Denen werden onthaald in eigen land. Ja. Alles aan dit Denemarken klopt. Alleen is het natuurlijk wel een risico. We hebben hier de hele studio omgeturnd. We hebben de naam aangepast. Ja, en ik ben niet een soort gelukstotum. Eerder een soort... Je bent Boedapest geweest, toen ging Nederland eruit. Ja. Nou, drie keer een scheepsrecht. Antwerpen. Ja, ik hoop het heel erg. Ja, als je Ralf moet geloven, gaan ze eruit, de Engelsen, tegen de Denen. Ja, ik hoop het echt. En als ze de finale halen, dan blijf ik gewoon, hè? Of blijven we? Altijd. Nee, ja, volgens mij is Denemarken... Oh, alsjeblieft! Dat zou zo mooi zijn. Dan we over een jaar gewoon weer met jou een keer skypen. Hoe is het daar? En dat je daar gewoon een gezin hebt. Ja. Op zo'n boerendorp ergens in Denemarken. Ja, dat zou echt fantastisch zijn. Ja, een gezin klinkt eigenlijk verder weg dan wonen in Denemarken. Nou, daar teken ik ook voor. Ja, ik ook. Als Denemarken Europees kampioen wordt, blijf jij een jaar in Denemarken? Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Maar een week wil ik heel graag. Dank je wel. Ja. Mag ik ook naar Legoland? Is dat op de route? Weet ik niet. Ja, dat mag. Nee, jij mag wel. Maar voor mij is het wel om, hoor. Ja, het ligt niet in Kopenhagen, toch? Ik denk dat ik wel een goede heb. Jij mag naar Legoland, dan betaal ik ook je entree-ticket. Moet nog even kijken over die van Joost. Maar dan moet je wel, als je in Legoland bent... de Fan Dutch
bus nabouwen met legostenen. Dat is wel... Zouden ze daar zelf vrolijk van worden? Nou ja, als jij daar een bus naast bouwt, ja, nabouwt... Nou, ik denk dat vakgarage en vendors, die vinden dat soort dingen vinden ze leuk, ludiek. Ja. Staan ze voor open. Op zoek naar oranje legosteentjes in Legoland. Geweldig, klinkt top. En anders bellen we Easy Toys of je daar iets van naar kan bouwen. Dat is ook net zo makkelijk. Goed, Larsie, veel plezier. Probeer nog een goede nachtrust te pakken. Dankjewel. Ja, ga ik doen. En heb je al wat Deens geleerd? Nee, maar ik ga wel gewoon even een paar woordjes. Een paar woordjes? Ja. Weet je hoe moeilijk die taal is? Jij deed het laatst na en toen sprak je bijna Zweeds. Nee, dat lijkt ook best wel op elkaar. Dus dat is, ik denk dat ik dat als een compliment moet zien. Dankjewel Lars voor het compliment. Was niet bedoeld, neem ik toch mee. Goeie reis. Dankjewel. Gaan wij afscheid nemen. Ralf, dankjewel. Ja, jullie bedankt. Voor je komst. Zien we je nog een keer? Ja, ik hoop het wel. We doen ook de zomerspelen doen we. We trekken het gewoon door nog 6 maanden. Dan komt het wel goed. Nee, dan komt het zeker goed. Het is nu al ijskoud, man, hier. Goed. Succes met NAC in de voorbereiding. Dankjewel. En weet u nu in ieder geval dat... even kijken, haat, liefdeverhouding met Helmond Sport. En vandaag is daar Serdar Gusjubiyuk bijgekomen. En Ajax. Ja, Ajax is alleen maar liefde. Ajax is alleen maar liefde, toch? Ajax is een mooie club, ja, zeker. Als ze interesse hebben, pak even de camera. Mark Overmars. Heb je een clausule? Nee, nee. Dat zou toch fantastisch zijn. Ja. In zijn NAC-contract, 1 clausule Ajax. Dat zou ik wel heel mooi zijn. Dat zou wel fenomenaal zijn, ja. Dankjewel. Veel succes. Brian, dankjewel. Dank je. Succes met alle transfers en mooie contracten die je aan het afsluiten bent. Dankjewel. Toch? 50 miljoen kan je nog binnenhalen bij PSV. Benieuwd wie je wegbrengt voor 50 miljoen naar PSV. Nou, daarom vroeg ik het ook. Dit zou toch zo mooi zijn. Goed. Jaron, ga je 3 dagen op een rij halen? Oeh, ligt eraan. Ik blijf in ieder geval zitten. Dus als iemand hem nog een nieuwe trui kan brengen, dan zit hij er morgen misschien weer. Wij zijn er sowieso morgen. Natuurlijk. Als voorbeschouwing op Spanje-Italië tussen 8 en 9. Graag. Tot dan. Dag.